dan krijg jij van mij dit bompakket met zijn tekst erin. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe vlog. Het is een beetje onhandig dat ik op dit moment alles met één hand aan het doen ben. Maar we zijn weer aangekomen op weer een gloednieuwe dag. Hello, hello, can you hear me? We gaan plekken claimen. Tuurlijk. Ken je de hele route hier al? Ja. Dus je zou hier nog wel een nacht willen slapen. Ja, kan je de deur even open doen? Dan kan het niet met mijn vlog. Hoe heb jij dat op je telefoon? Van pasje en telefoon in. Ja, maar voor die deur heb je geen pasje nodig. Ja, dat werkt niet op de date. Zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij, zij, 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 zij. Mijn leven lang, hoela, hoela. Mijn leven lang, hoela, hoela. Mijn leven lang, hoela, hoela. Beste Vossen, hartelijk gefeliciteerd met je 13e verjaardag, was het? Ja. Dan krijg jij van mij dit bompakket met zijn tekst erin. Heb je door de douane gekregen? De zendtekst niet, de pakketje wel. Ah, nee. Maar toen ging het een beetje slecht, want we wouden ze hem open hebben. Dus heb ik een heel klein scheurtje in gemaakt. Open. Dit wordt smikkel, jongen. Dit wordt smikkel. Nou, geniet van je chocola en fijne verjaardag nog. Dank je wel. In. Geen idee eigenlijk. Oh, jawel, 2:12. Je kan ook gewoon. Zoveel. Hoe bedoel je? Gewoon via de spiegel. Ja, dat lukt toch? Ja. Maar. Ja, je kan ook. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Mooi. Zo, dit gaat snel. Zo, dit is alweer het begin van. De volgende dag, volgens mij hebben jullie al veel te veel gezien van deze dag, terwijl we nog niet eens... Oh, sorry. Terwijl we nog niet eens de hele alles hebben gedaan ofzo. Quabuem, ik heb hem op de vlog! Maar... Dus, Tycho, hoe was je eerste nacht hier? Ja, als we doen. Nou, mooi. Heb je geslapen? Ik heb op zich wel goed geslapen, alleen deze man was de hele tijd aan het praten door zijn Dextro. Ah, Dextro. Dat was niet gezellig meer. Het was geen Dextro. Het was niet gewoon. Oké. Wil je reageren op vlog, anders mag je niet praten. Oef. Armen, moet jij die vlog even uitzetten? Hey, hey. Bij deze. Let's go. Maar ik kan die deur niet open houden hiermee. Ja, ik ook. Ja, hou jij de deur even open, dankjewel. En een roll my city! Echo stars crossing. You were the shadow to my light. Did you feel us? Thousands of miles and poles apart. How many pennies in the slot? Hey, deze. Ja, er komt meteen een bus voorbij. Probeer ik net gewoon een leuke video te maken. Echo starters across the moon. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. Het is zomer, het is feest. Walter, ga je deze merk? Wow! Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, morgen zal het vrede zijn.
ja, ik zeg zo meteen eentje. Ja, prima. Zo meteen. Nee, nog. Ik ben nu even aan het voorbereiden. Ja, je mag. Like. Nu komen er zulke brugklatsletters naast, hè, dat weet je. Ja, dat is wel handig. Yo, ben jij nou een vlogger of ben je een vlogger? Je oud heer. Harmen, wat vind jij ervan tot nu toe? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vraag het jullie maar. Want ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen, hè. Altijd hoog houden. Oh, ja. Ja, maar ik ben even in de processie. Maar, ja. Vette overbelichting. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ja, maar dat is heel snel. Ja. Ik neem hem alweer over. Qua, ik kan dit wel gewoon, hè. Entertainen. Hello, hello. Can you hear me? One sound, 7 years old. Oh, dit doet me denken aan Namur. Wist je toen nog naar Namur? Toen stond er ook bovenop die citadel. Oh, Vossen, kom erbij. Vossen. Hier, jarige Job. Hier, kom erbij. Ik ben jarig. Nee, hij. Maar ja, iedereen moet wel even. Nou, ik sta een beetje alleen nu. The misty mountains rise. Stop met die paraplu sloot. En go! Hey. Ah, welkom op de vlog. Ja, wacht even, doe nog eens even in slow motion. Nee, gast, doe niet! Ik ben helemaal klaar mee. Dankjewel. Like de video als je wilt dat Thijs het overleeft. Gozers! Yeah. Een kill! Waar? Echt een kill! I thought that I've been hurt before. Alright, so you guys press on up. I've seen this view a few times before, so you guys go for it. Tonight I'm gonna have myself Morgen's arm and Reet is like the spine connecting all the really, really important stuff. I like to think of the castle as the head of Edinburgh and the palace as the tail. If you prefer the palace, you can make it the head, whatever you like. But then you've got these little medieval closes or alleyways going off either side. There are nearly 100 of them, little secret corridors that we're going to explore a few of. I like to think of those as the ribs going off the side of that great spine. And right up until the late 1600s, everyone who lived in Edinburgh lived within a literal stone's throw of the Royal Mile. So a lot of people living in a tiny, tiny space. A shooting star leaping through the sky like a tiger. I'd like to make myself believe. Can you hear me as I scream your name? See across the water right now. I've got a tongue twister for you to try, alright? The name of that body of water is the Firth of Forth. Can you give that a try? Firth of Forth. Right. I'm going to make it a bit tougher now. The land on the other side is called Fife. So you have to cross the Firth of Forth to get to Fife. Have a dram of whiskey and say that 5 times fast and I'll be very impressed. Now, the new town is fundamentally different from the old town. The old town is over 1,000 years old. There was never a plan to it. It just kind of developed organically. So there's streets going kind of to nowhere. There's twists and turns that can be very confusing. The new town is the total opposite. It was built on a grid pattern with crisscrossing streets like this, meaning it's very easy to get around. And the whole idea was that if you have a rational city, you will have rational citizens. So it is a way of trying to have a certain type of person based on your architecture. One term for this is social engineering. Oh, misty eye of the mountain below. Behind the world ahead, leave us standing on the high. Standing in the hall of fame. Once I was 7 years old.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. Echo stutters across the room. Eyes in the sky, gazing far into the night. Kijk, ik vind dus altijd dat een vlog niet compleet uit sfeerbeelden moet staan. Maar in zo'n stad als Edinburgh is dat vrijwel onmogelijk om niet alles te filmen. Omdat, als dit allemaal in Amersfoort zo was, dan had ik het allemaal gefilmd. Maar ja, nu moet je natuurlijk al keuzes maken van welke dingen ga je wel filmen en welke dingen niet. Toch? Zeker. Toch? Zie je wel episch. Ja. Eyes in the sky. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Stranded in the open. Before I even knew her name, la la la. We don't talk anymore. We don't talk anymore. The walls around us right now are about 550 years old. I touched a 550-year-old wall. Yes. So that's a book that's not just a Okay, so if you guys come along this side. Hello, Talkin' Hollow Girl. This is the end. Vraag ik, wat moet ik ermee doen? Zegt iemand, ja, gewoon in je hand houden. Maar ik weet niet wanneer ze dat serieus bedoelen of wanneer dat dan een grapje is. Hoi, komen er nog mensen bij? Is het grapje? Hij zei net, hou je statief gewoon in je hand, zei hij meneer van de bal. Ja.